Energietransitie, dat is geen lange termijn meer. Minder dan 30 jaar om de boel helemaal om te bouwen. En het is lastig voorstelbaar om de urgentie nog groter te hebben dan die nu is. Anderhalf week geleden update van de IPCC. Ik denk dat iedereen de journaals heeft gezien, dus ik ga daar niet verder op in. Maar als het over ruimtelijke ordening gaat, er wordt gepraat over dat Nederland voor een groot deel verlaten moet worden over een paar eeuwen. Right? Dus daar is iets aan de hand. En veel meer dan dat. Energieprijzen. We hebben geleerd dat een conflictje aan de oostgrenzen van Europa kan leiden tot letterlijk onbetaalbare energierekeningen en het stoppen van heel veel bedrijven. De kosten van de energievoorziening doen ertoe. We zijn in Europa voor over de 90% afhankelijk van olie- en gasimport. En we hebben inmiddels gezien dat de vrije markt iets anders functioneert dan we lang hadden gehoopt. Een gevolg is ook dat na 2030 veel van onze zware industrie, waar Nederland heel veel omheen heeft gebouwd, neem de petrochemie bijvoorbeeld, overweegt te vertrekken, omdat de vestigingscondities elders beter zijn. De stemming zit er lekker in, hè? Dat maakt die energietransitie echt urgent. En dan even naar het goede nieuws. Dat kan ook. En dat kan ruimschoots. De technische mogelijkheden, de potenties van die mogelijkheden en ook de kosten van die transitieoperatie, dat is eigenlijk allemaal goed nieuws te melden. Een organisatie als TNO volgt dat, analyseert dat, bekijkt dat in detail over de volle breedte. En ons scenario's met academische partners en ook voor andere partijen laten zien dat als je alle opties die je ter beschikking staan, dus ook besparing, circulaire economie, biobased, ik was verheugd dat daar uitgebreid over gepraat is, natuurlijk zon en wind, mogelijk ook nucleair, mogelijk CO2-afvang en opslag, dingen die we iets minder sexy vinden. Als je die allemaal in de race hebt, dan is die klus te doen. En dat kan een energievoorziening opleveren die ons minder geld kost dan vandaag. Die ons minder geld kost dan vandaag. Daar zit een heel belangrijk businessmodel in. Het kost verschrikkelijk veel geld. Het gaat over triljarden als je dat uitsmeert over die 30 jaar. Maar het is niet duur. Dat is interessant, hè? En dat komt als je al die opties in combinatie inzet en inzet op innovatie. Dus ik ga dat woord ook dik onderstrepen. Dus veel van die technieken kunnen al leveren. We hebben zonnepanelen die in de Sahara al 1 cent per kilowattuur elektriciteitsproductiekosten opleveren. We hebben windmolens op de Noordzee die concurrerend zijn met onze fossiele centrales. Dat is een prachtig resultaat. En dat kunnen we ook bereiken voor onze woningen. Die kunnen kostenneutraal, klimaatneutraal. En dat kan ook voor die nieuwe fabrieken die straks die circulaire plastics moeten maken, dan wel andere belangrijke producten. Overal is dat zichtbaar, overal is dat mogelijk, maar het vraagt ook een enorme inspanning qua planning en implementatie. Het vraagt ook een hele grote inspanning op onderzoek, innovatie, opschaling en organisatie. En daar zitten een paar hele grote knelpunten. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Als je het beeld even vasthoudt, een energietransitie die grote problemen aanpakt, waar een economisch perspectief is en wat ook heel veel synergie op kan leveren met een circulaire economie. Die twee dingen zijn heel erg met elkaar verbonden. Het kan gaan over het oplossen, in ieder geval in hoge mate, van belangrijke milieuproblemen. Het kan een deuk in de pak boter slaan van een stikstofprobleem. Industriële en verkeers- en andere verbrandingsstikstofemissies worden getackeld met die energietransitie. Dat is heel plezierig. De landbouw is al heel veel over gepraat. Ik kom zo wel op Flevoland. Heeft inderdaad een prachtige centrale rol in betere landbouw. Duurzamer, maar ook efficiëntere landbouw. En die ook die biobased grondstoffen kan leveren. En die zijn voor nog iets belangrijk. Want die urgentie van het klimaatprobleem maakt het ook noodzakelijk dat we in deze eeuw, en daar moeten we nu al mee beginnen, maar ook door naar het eind van de eeuw, dus na 2050, negatieve emissies realiseren in ons portfolio. De overshoot van ons koolstofbudget wereldwijd is eigenlijk al een feit. En we hebben opties nodig die die CO2-concentratie weer verlagen. Dat kan onder andere met duurzame biomassa en CO2-benutting en vastlegging. En die biobased economy kan er een sleutelrol in spelen. Nou, zoomen we in van dat grote plaatje naar Flevoland. Dan is bijvoorbeeld de gebouwde omgeving een hele belangrijke sector. Daar kan heel veel groei plaatsvinden.
die kan energieleverend worden. Zonne-energie op alle oppervlakken. En er zijn materialen en opties al beschikbaar die in iedere kleur, zeg maar, die zonnepanelen mogelijk maken. Ook heel duurzaam, in folies en dergelijke. Dus die hoeven niet in die weilanden, om maar iets over dat ruimtegebruik te zeggen. Die windturbines doen het heel goed, maar die kunnen ook heel mooi uitgelijnd, bijvoorbeeld langs de dijk Enkhuizen-Lelystad, uitgerust met detectieapparatuur om die vogels te sparen. Ook dat is al mogelijk. En dat doen ze dan voor 4 cent per kilowattuur. Kun je ook waterstof meemaken. De ondergrond is een batterij voor de energietransitie. Niet alleen voor waterstof, maar ook voor warmte. Onder die gebouwde omgeving kunnen warmtebellen in de zomer worden gemaakt, die in de winter worden leeggetrokken. Dat is een enorme balanceeroptie voor dat fluctuerende energieaanbod en vraag. Kan ook in Flevoland zit ook geothermie onder de grond. Dus boven Lelystad zijn goede condities. En daar zou die glastuinbouw van de toekomst weer van kunnen profiteren. En dan zijn we bij de landbouw aanbeland. Betere landbouw, minder inputs, hoogtechnologisch, dus zeer precies mogelijk met geëlektrificeerde voertuigen, gist gestuurd. Al die dingen kunnen ertoe leiden dat je schoner boert, efficiënter boert en ook ruimte hebt voor biobased grondstoffen en bijvoorbeeld biogas. Dat zou Flevoland allemaal kunnen doen. En dat vliegveld is niet nodig, want die HSL komt er en veel meer openbaar vervoer. Dus dat scheelt ook een slok op de borrel. Wat is er nodig? Goede ruimtelijke planning. En ik ben het heel erg eens met die multifunctionele beelden. Heel veel van die claims op dat Mondriaan plaatje, dat moet een mooie Van Gogh worden. En dat kan ook met een slimme energietransitie. Energieinfrastructuur en opslag, zaak voor planning van de overheid. Zorg dat de beleidsterreinen die synergie ook oogsten. Geen aparte ministers op stikstof en klimaat en energie. Maar doe die dingen tegelijk, daar kun je heel veel geld mee besparen. En zorg dat de implementatie, dus niet het politiek, maar de implementatie, de bestuurskracht, hier echt grote aandacht krijgt. Daar zit een van de grote bottlenecks. En tot slot, innoveren, innoveren, want daar moeten we het van hebben.